Ik heb vaak tijdens rondleidingen mensen die zijn er al 10 keer langs gelopen, maar zijn er nog nooit opgelopen. Bert Eggelaar geeft als vrijwilliger rondleidingen op deze begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen-Oost. Ondanks dat het een dode akker is, is het een levend kerkhof. Er worden nog steeds mensen bijgezet. Er worden nog steeds mensen begraven. Het heeft met de dood te maken, maar het is ook een begraafpark. Als u om me heen kijkt, dan ziet u dat het een enorm park is met bomen en groen. Een oase in de stad Nijmegen. Er liggen ook bekende mensen op de begraafplaats. Zoals VND-oprichter Anton Dreesman en de in 2005 vermoorde Nijmegenaar Louise Verke. Is vermoord in de Van Welderenstraat. Jarenlang hebben daar de meest wilde geruchten over gedaan, over die moord. Totdat er iemand voor een ander vergrijp in Spanje is opgepakt en die bekende ook de moord op Louis. Met Bert over de begraafplaats lopen is een belevenis. Er hoort een bijzonder verhaal bij elk graf en hij kent die verhalen bijna allemaal. Corrie is een meisje dat is... De ouders kwamen uit Wijchen. Het enige merkwaardig hierbij is, het rare is, dat de tekst op de steen niet leesbaar is. Behalve als de zon op een bepaalde stand staat. Dan is die tekst volledig leesbaar. Nu niet. En dat is maar een uur per dag. Dat monument, dat is het monument van de familie Smulders. Dat grote. Ja. Smulders die was een reder, die had een rederij en die heeft onder andere materialen vervoerd voor de bouw van het Suezkanaal. Huh. En het bijzondere van dat monument is dat er een aantal kogelgaten in zitten. Daar zit er een. Ja. Dat is een inslag. Daar is die geraakt, daar is die geraakt. Daar zit een kogelgat. Familie van Woerkom, dat was, waren de eigenaar van de eerste echte Nederlandse supermarkt. Nou, dat monument dat is gesierd door de zogenaamde heimaatskunst. Ook wel mooi. Dat is een soort houten kruis, maar dan gemaakt van beton. Ja. Of hij zelf ook hier begraven wil worden, dat weet Bert nog niet. Als ik hier zou willen liggen, ja, onder een van die hele grote, dikke beukenbomen.